Wat dacht jij toen je de loting zag en je kon naar het rustige IJsland, het pittoreske Kroatië en het werd Oekraïne? Ja, dat is een stukje verder weg dan dat we gehoopt hadden. Alleen, ik ken de ploeg zelf niet echt. We moeten gewoon kijken. We spelen gelukkig eerst thuis. Hoop op een goed resultaat. Als we daar een goed resultaat neerzetten, dan kunnen we met een veilig gevoel naar hun toe. Ja, over veilig gesproken, er is in dat land, in die regio van alles aan de hand. Ja, het is een beetje onduidelijk waar je gaat spelen. Ben je daarmee bezig? Of focus je puur op het sportieve? Ik focus me gewoon meer op sportieve, want als we daar moeten voetballen, zijn er altijd weer mensen die laten ons niet zomaar gaan als we daar moeten voetballen. Die kijken wel of het veilig is of het niet veilig is. En dan hoor je het vanzelf wel of het daar veilig is of niet. Ja. Na de resultaten van gisteravond in de Europa League behoren jullie wel tot de geplaatste ploegen. Dat is een voordeel, maar ja, of je iets... Wat je kan zijn, kun je nog niet inschatten, denk ik, op dit moment, hè, over deze tegenstander. Nee, ik ken ze totaal niet. Maar in die buurt van Rusland zijn altijd weer van die sheiks die alles opkopen. Dus ik zou echt niet weten voor de rest hoe hun voetballen of wat voor teams ze hebben. Dat weet ik echt niet. Hoe kijk jij terug op van de week, Sven? Toen je eigenlijk lang goed was, hè, en op één fout na, daar rekent iedereen je op af, hoort ook bij sport. Hoe kijk je zelf die avond terug? Ja, kloot als ik het zo mag zeggen. Ik maakte natuurlijk die fout. We speelden daarvoor best wel mooi en goed voetbal. En na die fout werd het ietsjes minder de eerste helft. Dan leer je weer met een domper omgaan. Voor mezelf is het weer een ervaring rijker eigenlijk. Dit is de eerste keer dat ik een fout maak. En dan moet ik mee leren omgaan. Is dat lastig als je dan een kwartiertje later de rust in gaat? Ben je daar dan mee bezig met die fout, met dat moment specifiek? Nee, ja, ik denk dat je er altijd wel eventjes aan denkt. Alleen je weet zelf dat er nog niks verspild is. Je moet er twee maken, sowieso. En dan moet je gewoon doorgaan en strijden om die twee doelpunten. Ik kan wel gaan lopen treuren, maar dan heb ik alleen maar het team ermee. En sowieso zit ik niet in elkaar eigenlijk. Ja. Is die rechtsbackpositie voor jou moeilijker of alleen maar anders dan als rechter centrale verdediger? Het is anders. Het is wel bekend dat ik centraal liever speel. Alleen als ik rechtsback moet spelen, dan speel ik daar ook als ik maar speel. Kun jij op dat foutje na, hè, gek genoeg toch zelfvertrouwen putten uit die twee duels? Want in de Kuip was je goed. En hier op dat moment na, heel behoorlijk volgens mij. Ja, zelfvertrouwen, dat sowieso. Het is wel het hoogste niveau wat je kan voetballen. Het is alleen balen dat ik dat foutje maak. Mm-hmm. Het is alleen voor jezelf, geeft dat soms een rot gevoel. Alleen ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ik ben alleen maar sterker door geworden. En het conditionele gedeelte is ook veel beter geworden. Ja, merk je zelf dat je meer inhoud hebt nu je ook een jaar ouder bent weer? Klopt, ik voel me veel sterker dan dat ik me vorig jaar al voelde. Nu ga ik iets meer spelen al, in ieder geval. Dat is nu dan wel. En dan voel ik me ook gelijk een stukje lekkerder in mijn vel. Durf je al te zeggen, ik, Sven van Beek, ben basisspeler bij Feyenoord? Nou, dat durf ik nog niet te zeggen. Dit is wel zo volgens mij. Nou, dat weet ik niet. Dat weet hij dan misschien beter dan dat ik weet. Alleen ik hoop wel dat ik heel veel ga spelen dit jaar. Ja, voelt dat ook als een nieuwe kans in deze fase van je carrière? Het vertrek van een aantal spelers en een trainer zegt Sven van Beek is mijn man. Het is wel weer een nieuwe kans, ja, wat je zegt. Er zijn spelers weggegaan en die op mijn positie stonden. En dan moet jij gewoon jezelf laten zien op de training en in de wedstrijden dat jij daar hoort te staan. En dat probeer ik te doen. En ja, voor mijn ontwikkeling is het alleen maar goed als je zoveel mogelijk speelt. En ook in die grote wedstrijden is het alleen maar mooi, denk ik, voor mezelf. Zijn jullie in deze stelling sterk genoeg om te winnen bij ADO en in deze competitie, de Nederlandse competitie, een rol van betekenis te spelen, denk jij? Als je voor Feyenoord speelt, ben je altijd sterk. Het maakt niet uit tegen wie je speelt, vind ik. Je moet er gewoon elke wedstrijd voor knokken, voor die drie punten, waar je ook speelt. En zondag, ADO, de laatste jaren niet goed jullie daar, hè? Dat speelt toch geen rol? Nee, elke keer weer een nieuwe kans. Dat van vorig jaar moet je alweer snel vergeten. Je bent nu weer in een nieuw seizoen, een nieuwe start. Iedereen is fris, dus ik hoop op een goed resultaat. We zijn een dikke minuut verder in dit gesprek, durf je het al te zeggen. Ik, Sven van Beek, ben basisspeler bij Feyenoord. Nee, nog niet. Dat durf ik nog niet. Okay.